De vorige keer dat ik buiten Tikkertje aan het spelen was, toen viel ik bijna van mijn stoel af. Echt al? Oh, dat had ik dus vorige keer ook al bijna. Dat je van je stoel af viel? Ik dacht dat ik de enige was die op een stoel zit terwijl die stickertjes speelt. Nou, ik ben wel eens gewoon achter me. Oh, de bel. Stil. Hallo juf, Lieke. Goedemiddag, Lieke. Hallo. Vandaag gaan we beginnen met rekenen. Oh, rekenen. Oh, ik heb zo geen zin in rekenen. Poe. Ach. Oh, weer. Welke bladzijde, mevrouw? Bladzijde 17. Hebben jullie allemaal de goede bladzijde voor je? Ja, ik denk het wel. Okay. Wie kan mij dan vertellen wat 2 plus 3 is? Lotte niet. Lotte is dom. Helemaal niet. Ik ben slim. 2 plus 3 is 6. Zei je toch? Lotte is dom. Lotte. Want? Iemand anders die het antwoord weet? 5, mevrouw. 5, het is 5. Je bent echt kansloos. Oké, volgende som. 1... keer 7. 1 keer 7, dat is toch makkelijk? Oh, Job moet hem antwoorden. Stil. Oh, het is 7. Dat is helemaal goed. Met geluk. Oké. Hey, Lotte. Lotte, pst. Je weet toch wel... Ik wil niemand horen. Ik had niet eens wat gezegd! Ik hoorde jullie praten. Dat is zo niet waar! Ik had mijn mond dicht! Ik hou jullie in de gaten. Nou, mevrouw, okay, door. Laten we maar gewoon een ding. Lotte, ik heb een ei in mijn inventory. Nou, mevrouw, stel de vraag. Die kunnen we zo op de docent op je flikken gooien. Dat is zo... Alex, hoeveel zijn jij? Wat was de vraag ook alweer? 3 plus 1. 3 plus 1. Wacht even voor. Hoeveel tijd heb ik hiervoor? Graag vandaag nog. Nog 1 keer. Wat was de vraag? 3 plus 1. Lotte, wat is dat? 4. Tombo. 4! Het is 4! Goed zo. Je hebt gelijk, Alex. Je hebt geluk. We gaan door naar het volgende vlak. Lotte. Ja. Hey, stil jullie twee. Ik zeg Lotte. Niks. Ja, mevrouw? Dus heb jij een presentatie voorbereid voor Engels? Ja, voorbereid wil ik het ook weer niet noemen. Denk ik... Ja, Alex, hou dat eigenheid, oké? Oké. Zo! Kom naar voren. Ik ga hier zitten. Oké. En vertel. Today I am gonna talk Engels with the... Lotte, je moet Engels ook in het Engels zeggen! Alex, stil jij. Sorry. My presentation is about the pinkle. En de pinkle... Pinkle? Zeg je, dit is zo saai, ik ga gewoon naar huis dadelijk. Ik ben er helemaal klaar mee eigenlijk. Allemaal stil, Lotte is bezig. Lotte, gaat verder. My PlayStation is going about the Pringle and... Het was net nog een pinkel! Alex! Oké, het gaat over augurk, oké? Wat? Wat? Ik hou niet van augurk! Alex, ga er maar uit. Augurk? Nee, oké, ik zal stil zijn, ik beloof het. Allerlaatste kans. Als ik nog 1 keer hoor, ga je eruit. Schiet hem maar op, jongen. Oké, helemaal klaar mee. So, de Pringle... Pringle. De pickle is very sour. Sour. Wat is dit nou? Zuur. And so if you can see... is very glibberig. Because it's very zuur. Schiet nou eens op, joh. Hier. Jullie mogen... Dit is het perfecte moment om het eten te gooien op je flieken! Alex! Ruik nu! Het zit allemaal in je haar, mevrouw. Nou, Alex, kom opstaan. De deur uit. Hoezo moet ik eruit? Ik heb helemaal niks gedaan! Ga eruit. Hoezo moet ik er... Hier, hier zitten. Zitten. Hoezo moet ik nou weer op de gang zitten? Zodra de pauze begint, kun je binnenkomen. Ik wil in de pauze buiten spelen! Nee, moet ik weer nablijven. Verder about the Pringle. So most of the people in the world don't like the Pringle because it's so sour in your mouth. And then it's... Dat is normaal. Dat was ik niet. Dat was hij. Dat was hij. Was jij dat? Dat was niet. Laat maar zien. Ook maar zitten. Jij blijft straks in de pauze zitten. Ja, dat dacht ik. Yeah, that's what the pre-core is De bel! Jij blijft zitten. Alex, kom maar binnen. Pauze! Ik wil ook buiten spelen. Doe de deur even achter je dicht. Ja, wat is er? Ga zitten. Oké, ik ga wel op mijn eigen plek zitten, hoor. Prima. Jullie blijven hier de hele pauze zitten. Ik geef jullie allebei even een boekje. Nee! Maar ik wil... Alex,
Jij ook? Oh, nee. Jullie mogen niet gewoon buiten spelen. Kijk ze nou veel plezier hebben daar buiten allemaal. Ze is lekker tikkertje aan het doen. Alex zitten, Job hier zitten. Ik zit al. Leg je boek op tafel. Ja. Pen erbij. Ik wil dat jij opschrijft. Je moet 10 keer opschrijven. Achter elkaar. 10 keer? Ja, 10 keer. Ik ga geen vuurwerk meer afsteken in de klas. Heeft hij vuurwerk afgestoken? Dat was iemand anders. Dat was Dries. Nee. Schrijf het op. 10 keer. Wat is er allemaal gebeurd toen ik weg was, Job? Alex, jij gaat opschrijven. Ik zal niet meer... Hey, wegwezen jullie. Oh, ze zijn allemaal voor de raam te dansen. Oh, ze lachen me allemaal uit. Alex. Jij... Hey. Wat is er... Ik vertel het wel later. Oké. Doe dat straks maar, als jullie naar huis mogen. Ik wil dat jij 10 keer opschrijft. Ik ben stil als de juf praat. Ik ben stil als de juf praat. We moeten 10 keer. 10 keer zoveel. Ik ben stil als de juf praat. Dit duurt nog wel even. Ah, Dickie, jij bent het niet. Nee. Kom mijn pakken dan. Hoi, Dickie. Deze hoor je, Wat is er? Ja, hun zitten na te blijven, hè? Maar je weet wel dat vuurwerk, hè? Ja, hoezo? Dat was hij helemaal niet. Dat was ik. Niet ik. En wij begon pauze. Oké, doe de doe. Oké. Jij moet hier blijven, oké? Op afstand. Oké. Komt-ie. 3, 2, 1. Wow. Wow. Wat hoor ik allemaal buiten? Snel verstoppen. Ik dacht dat ik iets hoorde. Het was net op tijd. Het zal wel. Wow. Ik ben stil als de juf. Zijn jullie al bijna klaar? Praat. Ja! Ik ben klaar voor juf Lieke. 10 keer ik ben stil als de juf praat. Oh, dat duurde me zo lang. Dat kostte me zoveel tijd. Goed gedaan. Ik wil dat jij zo meteen, als de school uit is, ga jij alles schoonmaken. Je gaat de vloer hier in het lokaal schoonmaken. Ik wil dat je alles opruimt en de gang mag ook weer blinkend schoon worden. Job, ben jij bijna klaar? Ja, ik heb hem net af. Dan moet ik ook nog eerst op de gang alles schoon gaan maken. Er liggen allemaal boekjes en papiertjes en dingen. En zij hebben maar de grootste lol buiten daar zo. De hele tijd tikkertjes spelen. Dit lijkt wel echt de langste pauze ooit gewoon. Oh, ik heb alles opgeruimd, juf Lieke. Netjes. Mogen we nu eindelijk buiten spelen? Oh nee, de pauze is al voorbij. Oh, we moeten helaas weer naar de les. Maar ik heb echt de tijd van mijn leven daar buiten. Dat was zo leuk dat ik het zo mocht zitten. Oh, en hoe was het bij jullie? Was het leuk? Ja, nee, natuurlijk was het niet leuk. Jongens, ik heb de hele school moeten opruimen. Ja, dat heb je zelf gedaan. Ik hoef niks te doen. Ha. Jij hebt ook strafwerk gekregen, Job. Ja, ik heb mijn strafwerk gekregen, maar ik hoef niet de hele grondzoon te maken. Leuk voor je, Job! Haha! Waarom kijkt iedereen mij aan? Oh, stil is Alex. Ja, of niet, hè? Ik probeer op te letten. Anders kun je straks hier blijven zitten. Oké.